Ik lees een stuk uit het boek van op bladzijde 135. En het gaat over het einde van de Tweede Wereldoorlog. En ik lees, na de Tweede Wereldoorlog verdrong het communisme, het nazisme, als vijand nummer 1. Bij het uitbreken van de Koude Oorlog was het overduidelijk dat de VS het nieuwe Duitsland als bondgenoot had aangetrokken in de strijd tegen de Sovjet-Unie. Om deze alliantie niet op de proef te stellen, werd het thema van Hitler's Jodenjacht in de Verenigde Staten voorlopig onder het tapijt geveegd. Ook door de Joden zelf overigens, die zich als, in de eerste plaats als onopvallende patriotische Amerikaanse burgers wilden profileren. Vooral tijdens de McCarthy-jaren kon elke vermelding van de Holocaust al snel geïnterpreteerd worden als een stille steunbetuiging aan het communisme. En dus zweeg men erover. De uitroeiing van de Joden werd voorgesteld als een gruwelijke aberratie. Een van de talrijke gruwelen die nu eenmaal in een wereldoorlog gebeuren. De paradox. Elke referentie aan de Holocaust kon men als antisemitisch aanduiden. Omdat deze nu eenmaal in het nadeel van de Joods-Amerikanen kon worden uitgelegd. Het ging zover dat het World Jewish Congress in 1954 met de nieuwe Duitse regering in Bonn ging samenzitten om de golf van zogenaamde anti-Duitse gevoelens in de Verenigde Staten in te dijken. Dat tegelijkertijd besprekingen werden gevoerd over Duitse financiële compensaties was voor velen geen toeval. De gevestigde Joodse organisaties aarzelden zelfs niet om de Joodse dissidenten die het hadden gewaagd het geflirt met Duitsland aan de kaak te stellen, uit te leveren aan McCarthy's communistenjagers.